860 van Joshua de Munnik. En daarachter zit Thijs Visch van de Volharding. En dat betekent dat Apeldoorn het probleem is. Sven Huiskamp op plaats nummer 5. Kan hij nog een plekje opschuiven of niet? De Volharding zit op de vierde plaats. En Huiskamp komt niet meer dichterbij helaas. De eerste shake-out met andere jongens, 12 jaar, onderweg met Brian van Ewijk, Luc Bolster, Jimmy Jansen, Nick Onrust, Rick Meijts, Bjorn van der Pol, Marijn Kenter en Milan Takens. Het is van Ewijk hier aan de leiding. Brian van Ewijk inderdaad. Daarachter is het van de Rapid Wheels, de 861. Nick Onrust, hij is er dus ook goed bij, geldt trouwens ook voor de wijrijder natuurlijk, Jimmy Jansen. Hij zit in de derde plaats, dan nog gevecht erachteraan, dan gaat het mis. Dan gaat het mis met de man, Nijkerk, die gaat daar onderuit. Eerst op Bjorn van der Pol of Rick Meijts. Meijts gaat onderuit. Het is de 1016 die nog in de race is, Bjorn van der Pol.